Ja, welkom allemaal. Dit is het symposium MAD 20 jaar. En het is natuurlijk een enorme mijlpaal voor ons, voor de organisatie. En we zijn heel blij dat we dit hebben kunnen bereiken. En de expositie laat een heleboel zien van wat we de afgelopen 20 jaar hebben ontwikkeld. En dit symposium, dat gaat over Make the Future. Dus het concept en het programma waar we de komende jaren mee bezig gaan. Bestaat uit de filosofie dat er een heleboel ontwikkelingen zijn die in technologie steeds sneller gaan en veel invloed hebben op de maatschappij. En dat wij die ontwikkelingen eigenlijk het beste kunnen benaderen door slagvaardig en actief daarmee om te gaan en dingen te gaan maken in plaats van alleen maar erover te praten. Dus daarom heet het programma Make the Future. Je ziet hier ook een tijdbalk van de ontwikkeling de afgelopen 20 jaar. De technologie die ontwikkelt heel snel en die gaat zelfs steeds sneller. De exponentiële groei, zoals in de Singularity University ook wordt verkondigd. En om die ontwikkeling bij te blijven, moeten we eigenlijk ons steeds meer richten op de toekomst. Niet alleen op vandaag, maar ook op de toekomst. En de toekomst komt steeds sneller dichterbij, zou je kunnen zeggen. We hebben daarvoor ook in het programma een aantal clusters gedefinieerd. En daar wil ik even mee beginnen. Het Make the Future concept bestaat uit het verbinden van verschillende clusters van innovatie. En een daarvan is Life in Creation. Dat is het gebied van doe-het-zelf, van de makercultuur, van de 3D-printen, een urban culture, die zich steeds sneller en belangrijker ontwikkelen. Circular Life is de cluster van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, energie-onafhankelijkheid. Het gebied van de human technology, dat kennen we allemaal van zeg maar, de protheses en de hulpmiddelen en de augmented reality technologie die ons op allerlei manieren zeg maar, in staat stelt om beter en meer en sneller en andere dingen te doen. We worden een beetje de cyborg als het zo doorgaat. En dan Digital Life is het gebied waar de technologie en de data eigenlijk de menselijke maat ontstijgt en een autonome parallele universums ontstaan. Dan heb je het over big data en over virtual reality en over games en dat soort zaken. Nou, die vier clusters die zijn alle vier interessant en belangrijk om te volgen. Maar wat wij juist willen bereiken is dat er verbindingen worden ontwikkeld tussen die gebieden. Dus het is vaak zo dat echte innovaties ontstaan doordat je uit het ene gebied een principe of een model projecteert op een ander gebied. En als we dat met deze clusters doen, dan kunnen er hele interessante verbanden en nieuwe inzichten ontstaan. En dat is eigenlijk ook het doel van deze middag, waar we gaan proberen om die clusters wat meer uit te diepen en met elkaar te verbinden. Daarvoor hebben we ook tafels gemaakt waar op een poster ligt met een van de thema's uitvergroot. En voor elke tafel hebben we een specialist, een moderator, die bezig gaat om in de groep daarmee een creatieve sessie te modereren, waarin nieuwe concepten en ideeën worden bedacht door jullie. Want het is uiteindelijk iets wat we allemaal samen moeten doen. Dus die clusters worden kort ingeleid door een aantal sprekers, de moderators. Eentje is er nog niet komen opdagen, Maurits Krijveld is nog niet aanwezig. Nee, dus we hebben nog één reserve tafel. Er staan vier clusters en vijf tafels. De human technology is twee keer, omdat we anders in te grote groepen bij elkaar zitten. En je moet om een beetje te brainstormen en creatief samen te werken, moet je niet een te grote groep hebben.
Dat hele gebied van die clusters van Make the Future, dat kun je ook zeg maar in een matrix zetten. Om te illustreren waar de verschillende activiteiten die we organiseren op dit gebied, waar die thuis horen. Dus we hebben zeg maar de sector open data. Die zit een beetje in de richting van human technology en digital life. En wat we met open data doen is op het niveau van awareness. Want omdat er nog heel weinig concrete open data beschikbaar en bruikbaar is, zitten we nog in de pionierfase, zeg maar. Hetzelfde geldt een beetje voor social innovation. Dat zit ook nog een beetje in de awareness en inspiratiefase. Er is nog niet heel veel echt concreet wat daar zich ontwikkelt. En dan gezondheid, health, lighting, maker culture, smart living. Dan zitten we al, zeg maar, bij maker culture en smart living zitten we op het niveau van creating en reflection. Waar we dus dingen die we maken kunnen gaan onderzoeken van oké, wat hebben we nu gemaakt en wat betekent dat? Dat is ook een ontwerpmethodiek die steeds meer in zwang raakt op de design academie en op de industrial design van de TU. Werken ze ook op die manier. Eerst moet er gemaakt worden en daarna moet het gereflecteerd worden. Dus niet eerst een research en dan een plan maken en dan een projectplan en dan pas iets gaan maken. Nee, andersom. Eerst maken en dan zien wat dat betekent. Dus een heel nieuwe manier van werken. Dat past ook bij de hackathons. Waar je in een hele korte tijd in teamverband, multidisciplinair, nieuwe oplossingen en producten gaat ontwikkelen. Dus we hebben hier een serie van hackathons, exposities die we op dit gebied organiseren. En je ziet dat dat aansluit bij de nieuwe manier van werken en van ontwerpen. Design thinking noemen ze dat ook. We hebben eerder zo'n sessie gedaan, waarbij eigenlijk deze clusters naar boven kwamen als de meest interessante gebieden om met elkaar te verbinden. En het is dat multidisciplinaire is niet alleen verschillende achtergronden, maar ook verschillende leeftijden die bij elkaar komen. De jeugd is soms sneller en beter met technologie dan de ouderen. De ouderen hebben weer andere kwaliteiten. Hopelijk. Dus dit is in het Philips Museum. En wat we dus vandaag gaan doen is toch een beetje werken. Want dat is het motto van dat Make the Future. Is we gaan het samen maken. Dit is even het programma van vanmiddag. Dus de opening. Dan hebben we causerieën. Ik had eigenlijk gezegd tegen een paar sprekers dat het in het Engels zou zijn, maar who is not understanding Dutch? Oké, nou dat gaat goed dan. Dus dan houden we het toch in het Nederlands. Die causerieën, dat is eigenlijk een redelijk luchtig praatje over een kunst- of wetenschap onderwerp, lees je in het woordenboek. Het lijkt me wel mooier dan te zeggen presentatie of pitch of dat soort andere termen. Maar we hebben dus vijf sprekers bedacht, waarvan er één nog onderweg is, hoop ik. Maurits Krijveld. Live in Creation wordt gedaan door Marijn van der Park. Die gaat zo meteen even een kort praatje en plaatje laten zien. En dan hebben we Digital Life met Wiebko Oosterhuis. Human Technology met Wim Langehof. En Circular Life met Goedele Martens. Ik ga ze niet uitgebreid introduceren. Misschien is dat wel fijn om dat aan de tafel ook even te doen. Dat je even zegt wie je bent, wat je achtergrond is. Maar in ieder geval, deze mensen passen wel bij deze onderwerpen. Daar kun je van uitgaan. Dan 4 uur komt culinaire cafetaria met de soep. Dan hebben we zeg maar een moment waarop we even de groepen gaan indelen. Dus dan moeten we een beetje gaan mixen en mengen. Om te kijken van bij welk thema wil je in een groepje zitten. En wil je dat even bekijken hoe dat zich ontwikkelt, dan kun je ook nog overspringen naar een andere tafel. Maar het is dan de bedoeling dat we zeg maar in een uur ongeveer dat uitgangspunt thema beetpakken en dan kijken hoe we verbindingen kunnen bedenken of weten of onderzoeken tussen die verschillende clusters.
Nou, die poster wordt dan volgeschreven door de moderator of iemand anders die mooi kan schrijven en getekend. Er loopt ook nog een tekenaar rond die een aantal ideeën gaat visualiseren. Dan hebben we een plenaire presentatie en discussie over de resultaten van die posters. Dus ik hoop dat er wat leuke, grappige en interessante en mooie dingen uitkomen. En als beloning hebben we dan om ongeveer 6 uur het buffet. Dat buffet dat is in het restaurant van het TAC, naast het café. En daarna kunnen we nog een beetje borrelen en netwerken en wachten op het avondprogramma wat om 8 uur begint. Dus ik stel voor dat we nu even beginnen met de presentaties van de moderators. En misschien in deze volgorde. Marije van de Park, Life in Creation. Ik ga dat even naar voren toveren. Ik heb geen klikker. Maar ik kan klikken voor jou als je wil, of je kunt zelf op de spatiebalk drukken. Ik ga eens even kijken hoe dat gaat. Ja. Goedemiddag, ik kan het helemaal in het Nederlands doen, begrijp ik. Helemaal, ik had hem helemaal in het Engels voorbereid, maar dat maakt niet uit. Life in Creation, ja, wij zijn makers. Mensen zijn, willen heel graag maken en we zijn ook hele sociale mensen. Ik heb heel veel beelden om te inspireren en het te illustreren. Dit ga ik even overslaan. En ik heb een aantal keywords eigenlijk waaronder ik een aantal voorbeelden heb laten zien van welk level we creëren en ook in welke tijd we ongeveer zitten. Ik weet niet of iedereen het kan zien. Daar zie ik even wat geschuif, ga even goed zitten. Change. We kunnen namelijk door creëren kunnen we ook heel veel veranderen. En als je nu naar deze tijd kijkt, dan zitten we in een wereld waarin we door het creëren ook echt de manier waarop we nu dingen doen echt kunnen recreate en change wat dat betreft in change the game. En daarvoor zijn een aantal, als je naar een goal gaat, dan heeft dat verschillende puzzelstukjes zeg maar, die je kan gebruiken. En je hebt dus de old game en de new game. En hopelijk way to better. Je hebt coöperaties, dat zie je nu heel veel gebeuren. Mensen nemen het heft in eigen hand, gaan zelf aan de slag, want we zijn niet meer eigenlijk tevreden met hoe het gewoon gaat. Dat doen we op diverse manieren. Een voorbeeld daarvan is de energiecoöperaties die overal in het land oppoppen. En volgens mij ook niet alleen in Nederland. Dan heb je ook heel veel sociale entrepreneurs, sociale ondernemers die steeds meer bezig zijn in het land. Dus op sociaal gebied. Dan hebben we sharing. Dat gaat over ja, letterlijk het ruilen van allerlei goederen. We hoeven niet alles meer te bezitten. We kunnen ook in plaats van het recreate, eigenlijk het recreating van een andere economie, een sharing economy. En dat doen we op deze manier. Food sharing heb je ook. Maar ook letterlijk de kennis kunnen we heel goed delen via internet natuurlijk. We hebben de wiki en daar kunnen we echt, hier staat bijvoorbeeld How to Live on Practically Nothing. Stap voor stap uitgedacht hoe je dat allemaal kan doen. Dus we kunnen dat allemaal vinden. Dus op die manier kunnen we ook op een hele andere manier recreation hebben en uitwisseling met elkaar. De maker movement, zoals René al zei. Dus do it yourself. Repair café. We gaan het niet meer helemaal opnieuw bedenken, maar wel gewoon ook behouden eigenlijk door het repareren. Build your own home, ook dat kan je op internet weer vinden. Je kan gewoon je eigen huis gaan bouwen. Je hebt de tiny house movement, heb je inmiddels ook. Met minder ruimte, kleine ruimte. Ook leven we daarin. Heel veel creativiteit die daarbij komt. Dan hebben we ook de instructables. Dus leren om elkaar hoe we dus ook wasmiddel kunnen maken. Van alles en nog wat. Je hebt hier een stukje off the grid waar ze... even kijken, wat stond er ook weer? We create renewable energy products for the 1.5 billion who live off the grid in developing countries. Dus ook dat online en creëren met elkaar iets voor de andere, ook een deel van de wereld, maar ook de nieuwe wereld, denk ik. Dan hebben we Shapeways, 3D printing waar René het al over had. Heel mooi hebben ze hier, het is niet alleen 3D printing wat je doet, maar ze hebben hier een koppeling gemaakt tussen de business die het maakt, de designers en het selling point. Dus alles hebben ze in één platform gedaan en dan komt het helemaal samen. Dus het wordt verkocht vanuit een designer die wordt aangeklikt, dat wil ik hebben.
Shapeways maakt het en verzendt het. Dus je hebt als ontwerper heb je eigenlijk een vrij makkelijke business, om maar zo te zeggen. Dan, als we een idee hebben en we hebben een massa van mensen, wat nu op dit moment denk ik heel erg hot is, dat we steeds met elkaar gaan doen. En we gaan actie creëren en dan komt er change. Dat doen we onder andere door burgerinitiatief Ons Geld. We recreëren daar de mogelijkheid om samen dingen te doorbreken. Crowd about now, dus het gaat over crowdfunding. We gaan niet meer naar de bank, nee, we gaan het zelf doen, we gaan het samen doen. En zo kom je zonnepanelen voor een school, wat in dit geval al bijna is gerealiseerd. Dat zal vandaag wel helemaal gerealiseerd zijn. Dus zo kunnen we het ook gewoon samen doen en zelf doen. Zo creëren we een hele nieuwe wereld. De People Supermarket, by the people, for the people, membership. Je doet een paar uur in de supermarkt en daar koop je ook weer je eten. En dan hebben we Transition Network. Dat is al helemaal global eigenlijk al. Je hebt een heel transitienetwerk van allerlei mensen die het anders willen. Je gaat samen zitten, je gaat een nieuwe wereld creëren. We own the city. Ook daar samen aan de slag. En ook heel mooi, één dag denkkracht voor onze stad door de burgers. Niet door de overheid, niet door andere ambtenaren. Nee, wij doen het allemaal zelf. Schommels in de openbare ruimte, om de openbare ruimte heel anders te beleven. Kunnen we ook gewoon zelf, doen we. En hier gaan we samen aan de slag om een park te creëren. We hebben self-sufficiency. Dat is natuurlijk al veel langer, maar dat wordt steeds belangrijker. En heeft allerlei vormen, van echt het urban farming tot ook echt het hele huizen gebeuren. En de hele dingen. Er is een project in Amsterdam wat helemaal gerealiseerd wordt. Wat van woonboten tot het hele energiesysteem, watersysteem. Dan gaan ze helemaal van ook een café tot de woonboot tot ondernemers die daar zitten. Zo wordt alles samen gecreëerd. De movement kan je ook maken. Recreate, met een movie een movement creëren. Doe het story of stuff, maar dat doe je ook bijvoorbeeld met de food waste story die gemaakt is door de film. En vervolgens is er ook nog een damn food waste platform en worden pop-ups restaurants door allerlei steden gedaan. En worden ook inmiddels de grassroots initiatives, dus eigenlijk de bottom-up initiatives, worden ook gewoon onderzocht en gemapt en ook zichtbaar gemaakt. Dus zo belangrijk zijn ze inmiddels dat we het allemaal samen doen. The future of food. Koffiepulp en daarop weer zwammen doen. Dan hebben we de guerrilla gardening. Urban farming, wat steeds groter wordt. Hier de Incredible Edible Todd Morden, heel bekend. Waarvan bij het politiebureau de mais voor staat bij de scholen. De hele Todd Morden is eetbaar gemaakt. En hier steeds een stapje groter eigenlijk het urban farming. Tot echt de hele daken die helemaal vol zitten, maar ook bij de steden. En dan hebben we de Moneyless Manifesto. Mensen die zelf recreëren ons leven ook. Door middel van ook steeds minder en met ze ook zonder geld dus te doen. Op andere manieren. En dat werkt. En ook daar zitten we heel veel mensen die dus allemaal tips living without money. Dus het sharen via het netwerk, via de internet is ook heel belangrijk om recreating en creation of life op een andere manier te doen. En Nederland Kantelt, dat is een platform waar nu dit soort dingen ook in kaart worden gebracht en mensen worden verbonden. En ik hoop dat we dit vanmiddag gaan doen. Nou, bedankt Marije. Dat was een bombardement van beelden. Krijgen we nu Digital Live met Wiebke Oosterhuis. Even kijken waar die gebleven is. Ja. Dit ben jij? Ja. Ik denk dat ik zonder microfoon heel goed verstaan, maar ook niet. Ja. Ja, maar ik heb de neiging om dit te doen. Maar ik doe mijn best. Maar heb je geen microfoontje daar? Dat je mij zit daar geen microfoon op? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik doe mijn best. Ik denk dat ik heel mooi aansluit bij Marije. Niet met de hoeveelheid plaatjes, want ik heb maar twee. René die vroeg mij en die stuurde mij een mailtje en die zette meteen achter mij science fiction expert. Ik dacht oké, dat wordt de opdracht. Van, ik ga jullie vanavond of vanmiddag benaderen als science fiction expert. En
toevallig weet ik daar ook iets van, dus dat komt heel mooi uit. Science fiction bestaat al heel lang, al ruim een eeuw, of anderhalve eeuw. Hè. En science fiction heeft een paar hele bijzondere kenmerken waar het zich onderscheidt van al het andere wat er bestaat. Dat is namelijk, science fiction heeft ongelooflijk veel verbeeldingskracht. En dat is altijd zo geweest. Science fiction heeft bedacht dat wij naar de maan konden gaan, hè, terwijl er echt nog geen enkele technologie was of geen enkel idee dat dat zou kunnen. Van science fiction liet ons naar de diepste troggen in de zee, in de oceaan varen, zonder dat er ook maar enige mogelijkheid was om dat te kunnen doen. Dus ontzettend veel verbeelding. En die bestond altijd uit twee kanten. De eerste kant was het nadenken en ook het ontwerpen, wat natuurlijk ontzettend leuk is van science fiction, van de technologie die dat mogelijk zou maken. De eerste keer dat wij naar de maan gingen was dat met een enorm kanon. En de andere kant was van hoe zou het zijn om als mens, als samenleving, in een totaal andere wereld te leven. En heel lang is science fiction het domein geweest van puistige pubers, nerds en geeks, zoals wij ze tegenwoordig noemen. Kortom, vooral jongens en mannen die een beetje wereldvreemd waren en niet bang waren om eigenlijk onmogelijke en hele vreemde dingen zich voor te stellen. En dat kwam onder andere, heel veel mensen hebben heel lang science fiction op die manier bekeken, bekritiseerd dus, omdat de technologische dingen die daarvoor nodig waren om die totaal nieuwe wereld te creëren, eigenlijk als onmogelijk werden gezien. Van dat gaat niet lukken, dat is fantasy. En dat is een heel groot verschil met de wereld waar we nu in zitten, op dit moment. Want technologie beschouwen eigenlijk, bijna iedereen beschouwt technologie op dit moment als limitless. Er zijn geen obstakels meer. Dingen die nu nog niet kunnen, verwachten wij dat die over 5 of 10 jaar wel kunnen. Technologie ontwikkelt zich zelfs zo snel dat de meeste van ons het idee hebben dat we al blij zijn als we het bij kunnen houden. En dat heeft een enorm effect gehad en heeft op ons idee, op onze idee over toekomst. Er zijn nog maar heel weinig van ons die echt met heel veel fantasie en verbeelding naar de toekomst kijken. Wij zijn zo bezig met het nu, we zijn zo overdonderd eigenlijk door alle technologische ontwikkelingen van dit moment, dat we eigenlijk niet meer nadenken over, maar hoe is het om als mens in een totaal andere wereld te leven. En dat is een totaal nieuwe ontwikkeling. Hè. Aan de ene kant is science fiction nu geaccepteerd, want we zitten er middenin. Dus er zijn geen geeks en nerds meer, maar een heleboel mensen accepteren dat science fiction een real thing is. En aan de andere kant betekent dat dat we onszelf eigenlijk niet meer voorbereiden op een vreemde of onverwachte toekomst. Iets wat science fiction eigenlijk heel lang gedaan heeft. En ik denk dat het heel goed is om dat wel te doen. Ik denk dat het heel goed is om te proberen, als je het hebt over future thinking of future imagining, om weer vreemde, fantasievolle dingen te bedenken over de toekomst. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat als de technologie zo overweldigend is? En hoe doe je dat als technologie tegenwoordig, zeker digitale technologie, het zo makkelijk maakt om dingen te maken? Want ik wil wel een beetje provocerend zijn, dat maken is heel leuk, René. Maar die digitale technologie maakt maken bijna te eenvoudig. Wij zijn zoveel bezig met dingen bouwen, we zijn zoveel bezig met oplossingen, dat er nog maar heel weinig mensen nadenken, maar waar maken we nou eigenlijk een oplossing voor? Oftewel, wat wil de mens eigenlijk? Van wat willen we nou eigenlijk? Wat willen we? We zijn eigenlijk vooral aan het creëren en niet meer zo meer aan het nadenken, maar wat willen we er nou eigenlijk mee? Wat willen we bereiken? En in die zin is het heel interessant wat Marije net schetst, van wat gebeurt er stiekem allemaal? Van die do-it-yourself, van dat mensen in coöperatie gaan werken, dat de wereld eigenlijk steeds meer fragmenteert en steeds kleinere groepen eigenlijk. Hè, van het universele gaan we gedeeltelijk over terug, juist naar het overzichtige en het kleine. We zijn heel erg bezig inderdaad met zelf, dus dat we ineens weer zelf voedsel willen verbouwen. Volkstuintjes, heel lang uit geweest, is nou weer in. Nou, die hele opzomming die Marijn net gegeven heeft, dat is heel herkenbaar, dat is nu bezig. En waar lijkt dat nou eigenlijk op? Daar heb ik wel een suggestie voor. Dat lijkt op het volgende plaatje. Oh, ja. Dat lijkt op de hunter-gatherer. Dat lijkt op de prehistorische mens. En het is echt heel frappant. Want ik ben bijvoorbeeld 1,90 meter. Dus over 10.000 jaar lang is de mens kleiner geweest dan ik. Zij waren, hier in Europa, ongeveer mijn lengte. Van zodra wij een boer werden, is de lengte ongeveer 30, 40 centimeter kort geworden. En pas nu, met al onze welvaart, zitten we weer op deze lengte. Hetzelfde geldt voor een heleboel andere zaken. De gezondheid, ze waren verschrikkelijk gezond. Dat kwam dus ging ook heel veel dood, hè, childbirth en zo, maar hun voedsel was bijzonder divers.
Dat is iets waar we nu weer heel erg mee bezig zijn. Als je kijkt wat onze ouders 50 jaar geleden aten en wat wij nu, dat is een heel divers voedselpakket. Zo zijn er nog veel meer dingen die verdacht veel lijken. Even kijken, ik ga even kijken of ik het opzommetje heb. Tall and healthy. Ook nog iets heel leuks. Zij leefden in een staat van welvaart, abundance, scarcity, schaarste, bestond niet. Dat is een heel vreemd concept, want wij denken dat de wereld is gestuurd, onze geschiedenis, door scarcity. Daar dachten we, hebben we heel lang zo gedacht, maar tegenwoordig denken we er heel anders over. Zij hadden zoveel tijd, zoveel eten, of ze hadden zoveel eten, het was zo makkelijk om eten te krijgen, en zo'n divers etenspakket, dat ze heel veel tijd over hadden. Tegelijkertijd hechten ze niet aan bezit, het ging om vaardigheden. Dat lijkt weer heel erg op de sharing economy die nu aan het opkomen is. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden waar de prehistorische mens, de hunter-gatherer, lijkt op wat nu bij ons aan het gebeuren is. En als we nu willen nadenken over wat betekent het om als mens in een nieuwe vreemde wereld te gaan leven, een wereld die razendsnel op ons afkomt dankzij alle technologieën die ontwikkelen, waar we eigenlijk dus heel moeilijk ons iets bij voor kunnen stellen, van zouden we dat kunnen beginnen, bijvoorbeeld vanmiddag, met hoe zou het zijn om als hunter-gatherer in de wereld van nu, voor ons leven. En wat zouden ze dan willen? Dus niet, wat is er allemaal mogelijk? Want daar zijn we ons allemaal heel erg bewust van, hè? Van wat er allemaal kan. Maar, wat zou nou een fijne samenleving zijn? Wat zou nou werken voor dit soort mensen in onze huidige tijd? Dat lijkt me een leuke opdracht voor vanmiddag. Dank u wel. Ja, dankjewel Wiebko. We gaan nu eventjes door met de volgende. Dat is Human Technology. En daarvoor is Wim Langerhof, onze moderator. Ik heb geen plaatjes. Ik heb, die laat ik gewoon zien, ja. Doe maar even, kan ik die neerleggen? Ja. Het onderwerp Human Technology is zo ontzettend breed, dat was dadelijk al te zien. Daarom presenteer ik eerst mezelf als deskundige. Ik heb lenzen in mijn oog, ik heb een bril, ik heb hoorapparaten. Ik heb verschillende ijzeren onderdelen in mijn lichaam. En dit heb ik dus nog niet gedaan, dat stond gisteren in The Guardian. Maar dat komt nog wel. Dus bij Human Technology heb je eigenlijk te maken, zag net al bij Wiebko, zag je dat plaatje. Dus mensen zijn nooit los geweest van technologie. Aan de ene kant, dus eigenlijk, wij kunnen niet bestaan zonder technologie. Ook deze hadden al allerlei gebruiksvoorwerpen. En gisteren was er nog een publicatie dat zelfs apensoorten hadden al goed bewerkte werktuigen. Dus technologie is nooit zonder mensen, mensen is nooit zonder technologie. Het gaat er eigenlijk om wat wij voor een mens- en wereldbeeld hebben, waardoor we op een bepaalde manier naar die technologie kijken. Dat is eigenlijk het probleem wat zich voortdurend voordoet. Omdat er is een hele periode geweest, ik herinner me nog zelf toen ik jong was, dat er felle tegenstand was tegen technologie. Ik ben nu blij dat die Heidegger onderuit geveegd wordt op allerlei manieren, maar die was dus altijd erg tegen de technologie. We mochten ook niet technologisch naar de samenleving kijken. En Habermas bijvoorbeeld, een Duitse filosoof, die splitste zelfs de wereld in twee delen, namelijk dat stuk waar ook niet alleen de technologie, maar ook de economie een rol speelde. En een ander deel waar we dus zonder al die vervelende dingen met elkaar zouden kunnen communiceren. Op dit moment is het gelukkig zo dat er vrij veel kritische mensen zijn die over technologie en mensen nadenken, maar dan inderdaad met het idee dat het de twee kanten van dezelfde medaille zijn en dat het niet gaat over het afzetten daartegen. Tegelijkertijd is het zo, met dit onderwerp dan, dat is zo ontzettend breed, dat blijkt ook wel. Als je intikt Human Technology, het eerste wat je dan krijgt is de Hanze School, een hbo-opleiding waar ze een opleiding hebben, Human Technology. En wat blijkt er dan te zijn? Enerzijds mens-machine interactie, dus wat wij vroeger ergonomie heetten. Dus waar moeten de knoppen zitten en hoe komen de mensen niet tussen de pers en is de elektriciteit wel afgeschermd?
En aan de andere kant houden ze zich bezig met het maken van interfaces, waarvan ik dacht, ja, we hebben die van Apple, dus wat moet er nou nog gebeuren? Maar goed, dat is dus een opleiding, die heet Human Technology. Haast alle apparaten bijvoorbeeld die wij kennen, die zijn al ontworpen. Hè, die worden ontworpen. Wat ze daar nog extra aan doen, dat weet ik niet. Maar van de andere kant is human technology natuurlijk ook het geprutsen in hersenen. En het meten van hersenen en al dat soort dingen. Dus wat ik eigenlijk wil doen met mijn groep is, 1. Waar praten we eigenlijk over als we het over human technology hebben? Hoe breed is dat veld en kunnen we dat clusteren op bepaalde groepen? Daarvoor heb ik ook allerlei papiertjes meegebracht, die ik helaas niet tegen de muur kan drukken. Maar goed, dat doen we dus wel anders. En aan de andere kant zitten er ontzettend veel aspecten aan. Ethische aspecten, filosofische aspecten enzovoorts enzovoorts. En die aspecten moeten eigenlijk eerst naar voren komen om überhaupt bepaalde problemen te tackelen. Of om richtingen te hebben van, we gaan die en die kant uit. Nou, dat is eigenlijk wat ik ga doen vanmiddag en hoop dat er wat oplossingen zijn. Dankjewel Wim. Als voorlopig laatste, Goedele Mertens. Ik wist niet dat het zo groot geprojecteerd zou worden, anders zou ik wel een andere kleur gekozen hebben. Gaan het over circular life hebben. Ik heb er opgevat als ook kredelse kredel. Ik ben zelf een architect, dus de kredelse kredel zit er goed in gebakken. Vaak zie je dan al snel dit soort plaatjes verschijnen. Dit is eigenlijk van hoe werkt Circular Life. En hier zit ook als ontwerper, hoe sta je daar dan in? Welke functie heb je? Heel belangrijk zo te zien, helemaal in het midden. Maar ik word niet blij van dit soort plaatjes. Wat voor mij dan inspirerend is in dit, met dit thema, dat is eigenlijk heel anders. Ook even terug naar een jaren geleden heb ik een jungle trektocht in Thailand gedaan. En dat was in een bamboe-oerwoud. En ik stond daar met mijn lichtgewicht survival gear van de bever, hè, grote rugzak op. En we waren helemaal klaar voor. En toen kwam onze gids en die liep op flipflops. Die had een doekje om en een petje op en die had 1 machete en dat was het. En nou ja, dan voel je je behoorlijk belachelijk met een rugzak met 15 kilo. En wij dachten van, hoe gaat hij dat doen? Maar die kon dus alles uit dat bos halen. Toen we gingen lunchen, dan hakte hij even een lepel van wat bamboe. Hij maakte borstjes van bamboe. Hij deed eigenlijk bijna alles met bamboe. Daarna maakte hij een vlot met bamboe. Had hij een uurtje in elkaar zitten. Konden we de hele rivier mee af. En ik denk, ja, dat is, die mensen die leven nog heel erg met hun natuur en in de natuur. Ergens midden in die bamboebossen kwamen we en dan hoorden we enorm lawaai. En toen stond daar een olifant. En die at zo eventjes zo'n hele bamboestruik in 5 minuten naar binnen. En dat was behoorlijk imponerend. We moesten ook een beetje uit de buurt blijven, want die kunnen best wel boos worden als je ze stoort tijdens het eten. Maar ik denk, als je bekijkt hoe dat werkt, want een volwassen bamboe kan 1 meter groeien per dag. Nou, hoe houdt dat bos in stand? Dan heb je dus iets nodig wat dus in een moordentempo bamboe weer plat krijgt. En dat eigenlijk een klein cirkeltje in dat oerwoud. Wat ik heel inspirerend vond, bovendien vind ik olifant erg leuk. Waar je dan kijkt is in dat soort gebieden, hè, wat je ook bij die man zag die eigenlijk alles kon met dat bamboe, dan zie je dat mensen heel slim zijn, mensen het gebruik maken van simpele dingen. Dit is een wasmachine die je met je voeten kan bedienen, die gemaakt is met allemaal hele simpele onderdelen, want natuurlijk briljante, zo zijn er briljante dingen te zien. Het zit echt in de recyclehoek. Ik vind het heel leuk, dat soort, heel inspirerend. Dit is eigenlijk zeg maar to the max, hè? Een Earthship. Dat is huis gemaakt van allemaal afvalmateriaal. Dus binnen de architectuur is dit denk ik het verst waar je kan gaan in recycle architectuur. Ik krijg er zelf een beetje jeuk van, moet ik zeggen. Ja, dit is. Oh, het past er net niet helemaal. Helemaal op, maar is misschien wel leuk ook. Dit is eigenlijk het centrale thema van Cradle to Cradle. En dat is doing less bad is not the same as doing more good.
En dus Kredel de Kredel die maakt eigenlijk korte metten met het hele idee, we moeten allemaal minder en besparen en, en het hele huis dichtplakken om, de warmte te bewaren. Die zeggen van als je het in één keer goed doet, dan kan je het meer doen. Hè? Als het goed is voor iedereen en voor iedereen om je heen, dan wil je juist dat het meer is. Dus dat gaat eigenlijk veel meer uit van... Ja, hier hoort abundance te staan, maar het past net niet. Maar die gaat eigenlijk van overvloed uit. En ik vind, daar wordt iedereen blij van. Hè? Van, dit is hartstikke goed, dus dan kun je net zoveel doen als je wil. En ik vind dat een heel mooi streven om het op die manier, om daar naartoe te werken. In plaats van altijd maar bezig te zijn met het moet minder en het moet gerecycled. Ja, doe het goed en dan kan je het meer doen. Ja, dan kijk ik even naar van hoe kan je dan in de stad dat doen. Want er wordt veel gepraat over terug naar de natuur. En ik heb ook een heel leuk gesprek gehad laatst met iemand van Matt over hoe je living off the grid. En ik denk, ja, maar dat wil ik helemaal niet, hè, want ik wil naar de bioscoop 's avonds en zo. En naar de boekenwinkel. Ik hou gewoon van de stad. Maar waarom zou je niet de stad zo veranderen dat het eigenlijk net zo is als dat bamboebos? Dat het gewoon een overvloed heeft voor iedereen die daar woont. En dan denk ik niet alleen aan de mensen. Ik vind deze foto is voor mij echt heel typisch over de moeilijke combinatie van natuur en de stad tot nu toe. Hè, je wil wel een boom, maar eigenlijk geef je die niet genoeg ruimte. Dus die boom die pakt het zelf wel in dit geval. En dat gemeente Eindhoven die heeft ook, ik had een gesprek met de wethouder en die vertelde dat de top 3 klachten hadden allemaal met de natuur te maken. Allemaal. Dus dat is de moeilijkheid van hoe ga je om met de natuur in de stad. Maar volgens mij ligt daar ook wel de oplossing. Dit is uit de film Collateral. Dat is een beetje een movie stil. Heeft iemand Collateral gezien met Tom Cruise? Nou, op een gegeven moment rijden de hele tijd met een taxi door de stad. En op een gegeven moment staan er 3 wolven midden op straat. En Tom Cruise die zit echt zo, het wordt helemaal stil. Maar het is eigenlijk al werkelijkheid, want de natuur die komt de stad in. Het platteland heeft zo'n monocultuur gecreëerd, de agricultuur. Dat de biodiversiteit op dit moment meer te vinden is in de steden als op het platteland. Ik denk, tot nu toe stimuleren we dat nog niet genoeg, maar waarom zouden we dat niet? Waarom zouden we daar geen rekening mee houden? Zodat je eigenlijk die overvloed dus wel deelt met andere wezens. Dit is een bever. In Gorinchem zit dus gewoon, midden in Gorinchem zit een bever. Midden in Leuven woont een bever. Dat kan dus wel. Ze zijn een beetje verstopt, maar stiekem ze is naar de natuur toch weer helemaal terug aan het keren in de stad. Nou, dit vind ik dan een mooi voorbeeld van dit huis. Dit is maar een klein huisje, maar die maakt gebruik van levend materiaal als constructiemateriaal. En op die manier, als je meer op die manier zou kunnen kijken, hè, want hier kunnen gelijk vogels in gaan zitten. En op die manier zou je veel meer... Dat kunnen doen wat eigenlijk in de natuur normaal is, dat je die kringloop maakt en gebruik maakt van wat er is. En dat andere wezens daar ook weer gebruik van kunnen maken. Dit vind ik ook wel een leuke, dit is een geluidsmuur. Dat in dat beton zit een insectenhotel. Dus het ziet er gelijk ook nog wel leuk uit, dat vind ik ook wel leuke bijkomstigheid. Ja, dit is een hele leuke hier uit van Philips. Hè? Dat een bijenkorf die eigenlijk in je raam maakt. Dus die bij die komt van buitenaf naar binnen. Je hangt hem in je raam. Dat bloemetje, ik vind het een beetje klein. Ik denk dat een bij dat ook wel een beetje klein vindt. Maar goed. Ondertussen kan jij dus gewoon honing tappen binnen. Dus die combinatie van ik doe iets voor de bijen en ik heb lekker honing 's ochtends in mijn yoghurt. Ja, ik denk dat we veel meer naar dat soort oplossingen kunnen. Hier word ik dus heel blij van dit soort. En hoe ziet dan de toekomst eruit? Ik denk, zie de stad als een bos en de gebouwen als bomen en... Op die manier kan je de overvloed creëren voor niet alleen voor mensen, maar ook voor natuur en biodiversiteit.
Ik vind gierzwaluw, die haal ik vaak aan als voorbeeld van wat is er nou zo bijzonder aan dat dier. Ik vind dat die laat zien wat je als mens daaraan kan hebben, want die eet dus 10.000 muggen in één dag, een gierzwaluw. Die zit zo ontworpen op dat muggen vangen dat hij nauwelijks pootjes heeft. Hij kan eigenlijk alleen maar vliegen. Hij kan niet lopen. En dus één stelletje, als je één nestje aan je huis hebt hangen, dan worden dus 20.000 muggen iedere dag opgegeten. Dus die wil ik best wel eigenlijk bijna naast mijn slaapkamerraam hebben. En dan, ja, dan wil ik afsluiten, dat sluit hierop aan. Dat is een Afrikaans spreekwoord, wat er weer niet op past. En dat spreekwoord is, als je denkt dat je te klein bent om enige impact te hebben, dan heb je nog nooit een nacht met een mug doorgebracht. Dus, en dat vind ik een mooie gedachte over als je denkt van, wat kan ik nou in mijn eentje? Nou, hier wil ik mee afsluiten. Dankjewel. Ja, excuses voor de tekst, maar het was omgezet naar een andere versie van het programma en dan krijg je dat soort flauwe dingen. We gaan terug naar het programma, waarin we met de vier groepen aan de slag gaan, want de vijfde spreker is niet gekomen, dus daarvoor dat we gewoon op vier tafels gaan werken met de vier thema's. Dus we moeten even kijken of de juiste poster op de juiste plek ligt voor de moderator die aan die tafel zit. En ik stel voor dat we allemaal even opstaan, dat we even een rondje gaan lopen rond de tafels en dan neerstrijken bij het thema en de spreker die het meest inspireert.